Nieuw item. Je moet niet schoon zijn om geluk te hebben. Voor de camera, Bart Talvaux. Bart, terug je debuut bij de belofte. 0-11. Wat heb je juist veranderd? Niks, eigenlijk niks speciaals. Ik heb gewoon gezegd tegen de jongens dat ze vandaag gewoon vrij moesten spelen. Dat ze anders hun ding moesten doen. En dat was goed gelukt vandaag, vond ik. Was het voor de jongens, voor sommige jongens, een blij weerzien met hun oude coach? Sommige jongens wel, denk ik. Ik koop voor de match, ik zeg de meesten kennen mij al. En toen ik stopte, dan waren er toch allemaal zo, oh ja, fijn. En, dat is genoeg. Dat heb ik net voor. Alle weken ziet je de wedstrijd, alle weken gewoon aan de zijlijn. Nu iets korter bij die zijlijn. Heb je iets anders gezien dan de voorbije weken aan de ploeg, aan de groep? Belofte, de eerste ploeg. Belofte? Belofte, iets anders, maar eigenlijk niet speciaal. We weten allemaal dat er potentieel in zit in die groep, een hele jonge groep. Er zit heel veel kwaliteit in, voetbalkwaliteit. Denk ik sowieso dat we top 3, zo niet top 2 zitten. Alleen ja, we zitten met gastjes van 15, 16, 17 jaar. En we moeten elke week tegen, ja, voor hun dan zijn dat mannen van 23, 24, 25 jaar. En daar zit het verschil. Maar voetbal, want kunnen we elke ploeg aan. Dus dat is het enige waar we nog moeten leren mee omgaan. Een beetje iets meer maturiteit, iets meer kracht en duel. Dan ben ik uiteraard zit je tevreden met de 0-11. Ja, had het ook 0-2 mogen zijn? Dat is ook goed geweest. Die 0 is heel belangrijk. En ja, we waren even los, moet ik ook wel eerlijk zeggen. Alle respect voor de tegenstander, maar het ging heel vlot vandaag. En ook alles lukte. Wat de voorbije weken minder lukte, liep deze week wel goed. Ja, zelf zei je iemand met het, misschien wel het grootste geheugen bij Celtic. Dus we halen heel veel wedstrijden uit de oude doos, zeg je altijd mee. Dus iemand die een heel goede kijk heeft op het voetbalgebeuren. Gaan we even naar de eerste ploeg. Een balansje van de laatste 4-5 weken. De laatste 4-5 weken? Ik zou zeggen de laatste 3 weken stokt het een beetje. Het goalke wat in recht vallen. Maar je kunt niet zeggen dat het aan wil ontbreekt, zeker niet. Je ziet die gedrevenheid in die groep, die zit er nog altijd alleen. Ja. Waar we voor vrezen. Als je doodverde titelkandidaat elke week ploegen, vandaag hier Welle, alle respect voor Welle, die deden gewoon aan de aanval met 3 spelers of met 2 spelers, die deden gewoon 2 van achter. Dus dat wil zeggen dat wij overal ons wel heel duur moeten gaan verkopen voor daar iets te gaan rapen. En ja, vandaag ook hebben we nog geluk dat Jordi ons op laatste recht houdt. Maar langs de andere kant denk ik dat Petrus ook nog na de 2-3 aan de voet had, dus het kon alle kanten op. Ja, ik zou zeggen, ja, ondanks de gedoodverde titelkandidaten zijn we er dan toch niet klaar voor om ons te wapenen voor die wedstrijden hier dan te komen spelen? Ja, jawel, dat, ik denk niet dat het daaraan ligt, alleen ik denk dat Meeuwen en dan ik denk een Borgerhout, die profiteren een beetje ervan, doordat wij eigenlijk als titelkandidaat, ik denk dat vroeger gelijk Welle en Zutendaal en Beverlo, dat die gelatener spelen tegen Meeuwen en tegen Borgerhout als tegen ons. Tegen ons spelen ze allemaal met het mes tussen de tanden, omdat wij Celtic zijn. Ja. Oké, wij zijn Celtic. Wij komen naar buiten met te zeggen van oké, we hebben heel grote ambities en willen het dit jaar ermee redden. Dus we gaan gewoon zeggen van oké, wij blijven bij het standpunt dat wij straks bovenaan gaan prijken en dat wij gewoon gaan proberen of erin geloven om die titel weg te pikken. Ja, sowieso. We moeten nog naar. We zijn nog niet half weg en we gaan nog naar veel kleine sporthalletjes en veel ploegen die met mes tussen de tanden die willen winnen tegen Celtic. Die een jaar geslaagd is als ze tegen Celtic winnen, bij manier van spreken. Dus dat zullen we zien. Het zal wel loslopen als ze één keer terug. Die score is misschien op gang, dan zijn we weer vertrokken voor een mooie reeks. Even persoonlijk, als straks Nico uitvalt, spring je over Fabio of zeg je doe geen met Fabio? Nee, Fabio doet voor mij. Oké, dan anders zijn wij een hele goede materiaalmeester kwijt en wordt dat daar moeilijk en de wanorde. Ik dank je voor het interview. Graag. Ja. Celtic TV, tweede interview. Petros, een beetje de sfeer in de kleedkamer voor de wedstrijd.
voor de wedstrijd toch wel een beetje spanning. Omdat we toch wisten dat we hier een heel moeilijke avond gingen beleven. We wilden absoluut winnen. Twee jongens van hier in de buurt en tegen Zutendaal al niet kunnen winnen. Dan wil je dat recht zetten. En de wil was groot voor de wedstrijd. En we hebben scherp opgewarmd. We gingen scherp beginnen. Ik denk dat wel goed zat vandaag. Als ik aanpik, inderdaad, scherp begonnen. Maar als ik analyseer, denk ik dat we de eerste 10 minuten, 3 loopzuivere kansen krijgen. Zijn we daar dan net niet clever genoeg of zijn we daar te overhaast nog? Beide denk ik. Ik denk de laatste beslissing, de laatste pas, de laatste fase van onze looplijnen, van onze acties, die lopen wat stroever. Waar het in het verleden ging dat al veel vlotter en scoorden we daaruit. Nu spelen we de eerste 10 minuten heel, heel dominant. Ik denk dat we misschien wel 80% balbezit hadden de eerste 10 minuten en 3-4 mooie kansen en we scoren niet. Ja, dan komen die mannen in de match en ja, we moeten dat nog leren aanhouden om dat tempo de hele wedstrijd te spelen. Ja. Als ik die optelsom een beetje maak in Zutendaal, een beetje hetzelfde euvel, we creëren kansen, we werken het niet af. Bekerwedstrijd, eerste helft een beetje hetzelfde verhaal. Nu, wedstrijd 3, blijft hetzelfde verhaal? Moeten we daar een beetje op anticiperen? Dat weet ik niet, ja. Ik denk vooral we moeten blijven hard werken. We liggen nog altijd niet onder en we zijn nog altijd heel dominant. Misschien wat rustiger blijven op het veld. Dat we iets te gespannen, iets te overhaast zijn en dat we, ikzelf ook, iets wat rustiger blijven. We kunnen allemaal goed voetballen en ja, even tijd nemen voor die laatste pas goed te geven. Nu zijn we wat overhaast en die laatste pas komt ja, 10 centimeter te ver of zo. Dat zijn kleine details die wat normaal altijd vlot gingen en nu loopt dat wat minder. Ik denk dat een beetje heeft te maken met de druk misschien. En misschien moeten we die druk even loslaten en terug wat vrijer gaan voetballen. Dat is een beetje de bemerking van Bart juist, van ja, andere ploegen spelen. Alle ploegen spelen tegen ons top en gaan het een beetje laten loswieren bij andere teams. Oké, wij zijn de gedoodverfde titelfavoriet, heb ik juist ook gezegd. Ja, moeten we dan toch gewoon zeggen, wij moeten daar gewoon elke wedstrijd voor klaar zijn. We weten dat ze op het toppen van de tenen gaan spelen. Ja, dat weten we iedere wedstrijd. En wij weten ook dat we iedere wedstrijd top moeten zijn om nu te zeggen, om niet meer te verliezen. We willen niet verliezen en vandaag hebben we het ook niet gedaan. En over het algemeen, Welle heeft het ook super, super moeilijk gehad tegen ons. En ik denk dat zij het punt als een overwinning kunnen vieren. En wij moeten gewoon zo verder werken. En die nederlaag zo lang mogelijk uitstellen en die goals gaan toch terugvallen. En hebben we misschien een beetje te vroeg gepiekt? Ja, dat gepiekt, ja. We hebben serieus gepiekt. Ik denk dat de wedstrijden die we gehad hebben, misschien verwachten we iedere week zo'n wedstrijd, maar die wedstrijden die waren super. Ik denk tegen Heusden, ja, de eerste 10 minuten, dat kun je niet evenaren. Dat was aan 100% en super. Dat zal misschien niet meer gebeuren, maar we moeten wel streven om dat toch terug te brengen. Ja. Oké, de grote titelfavoriet, als straks Meeuwen bijbeent, moeten we misschien nog zelfs gaan hopen dat Meeuwen even de rol overneemt, om dan misschien te gaan zeggen van, we gaan even vanuit een andere positie voetballen. Hebben we dat misschien nodig of zeggen we nee, wij zijn klaar om van begin tot einde op nummer 1 te staan? Nee, dat denk ik niet. Dat hebben we niet nodig. We hebben een sterke groep, we hebben 14 spelers, we hebben het materiaal. We hebben alles om op die eerste plaats te blijven. En ik denk niet dat we die willen afgeven, helemaal niet om beter te gaan spelen. We moeten gewoon terug gaan afwerken. Ik denk dat het probleem is, de afwerking. Als we afwerken, dan winnen we vandaag vlot, winnen we in Zutendaal vlot. Dus eigenlijk, maar dat ontbreekt een beetje. Als routinier van de ploeg zeggen, rustig blijven, er is niks aan de hand, je ziet nergens geen
spelers uit vorm, je ziet geen spelers die niet geconcentreerd of niet gefocust meer zijn. Dus eigenlijk is uw raad gewoon rustig blijven en alles komt goed. Rustig blijven, hard werken, goed trainen en u... iedereen mag voor zichzelf uitmaken wat hij minder goed doet en werkt daaraan. Ik zelf ook. En ja, zoals ik zei, afwerking en blijf kalm. Blijf kalm. Ik ook overhaast vandaag. Dat is niet nodig, denk ik. Na de match denk je dat en weet je dat je te overhaast hebt gespeeld, dat we af en toe het kalmer hebben. Daar moeten we wel aan werken, dat sowieso. Dus, het zal niet vanzelf gaan, maar dat is wel een werkpunt. Dus gewoon de juiste raad is rustig blijven, hard werken. Is dat ook iets wat de coach zal dat zeker doen, maar is dat ook iets waar je zelf mee gaat bezig zijn om te zeggen van ik laat dat niet in die groep kruipen, dat moet, ik ga dat blijven erin pompen, dat iedereen zijn ding blijft doen? Ja, tuurlijk. Je mag nu niet, de druk mag niet te hoog worden dat sommigen gaan panikeren en dat ze hun spel helemaal niet meer spelen. Zoals ik eerder al zei, het moet ook terug vrijer zijn. We moeten graag gaan voetballen, dat doen we. Natuurlijk, als er wat stroever loopt, dan is die sfeer wat minder en dat komt natuurlijk door het resultaat. Maar we moeten terug vrij en fijn vrijdagavond, lekker voetballen, dat doen we nu ook en dat komt allemaal wel goed aan. Dus bij deze een statement, volgende week vrijdag, de VIP-avond bij ons, we gaan er weer een feest van maken. Sowieso. Dan dank ik u net voor het interview.